Oh, jullie zijn er al. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Kerngezond TV op mijn smoothiefiets in Panningen deze keer. Kapel, zoals ze daar zeggen. In deze uitzending hebben we de vlog van de week, we hebben de smoothie van de week. Maar jullie weten het, we starten met het kerngezonde nieuws van deze week. Ik ben Levi Smans, 18 jaar en profvoetballer bij VVV Venlo. Hoe word je nou eigenlijk profvoetballer? Ja, dat start natuurlijk altijd met plezier. Als je geen plezier erin hebt, dan kom je eigenlijk nergens. Dus altijd met plezier voetballen, naar trainingen gaan. En alles moet je met plezier opvatten. En ook natuurlijk altijd hard blijven werken. Op tijd naar bed gaan hoort er natuurlijk ook bij. En gezond eten. Maar daarmee kom je eigenlijk heel ver. En op trainingen moet je gewoon telkens het uiterste van jezelf verwachten. En ook eisen. En daarmee kom je eigenlijk heel ver. Wij kunnen het hele jaar genieten van vers groente en fruit. En dat komt namelijk door dit bedrijf. Want zij zorgen het hele jaar door voor licht. Ik ga een kijkje nemen. Komen jullie mee? Volgens mij moet ik hier zijn. Jij bent toch Lisanne? Nee. Met jou had ik afgesproken. Ja, klopt. Welkom bij Light for Food. Dankjewel. Jullie maken dus licht voor onze groente en fruit? Ja, klopt. Planten die hebben dus licht nodig, water en koolstofdioxide om goed te kunnen groeien. En in de systemen die wij dus hier maken, dus een klimaatkamer, zijn al deze ingrediënten aanwezig, zodat je een sterke en goede plant kan telen. Dat ga ik ook eens proberen. Hey Lisanne, hoezo lukt mij dat niet met een zaklamp? Nou, planten die hebben dus eigenlijk wel wat langer licht nodig en wat meer licht nodig. En wij gebruiken hier lampen met de speciale kleurenlicht die planten heel efficiënt kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk vooral rood licht en blauw licht. Oh, zo zit dat dus. Hebben ze dan alleen maar licht nodig? Nee, ook water. Dat zien we hier. Deze planten die drijven in het water. En in dit water zitten eigenlijk alle voedingsstoffen voor de plant om te groeien. In Amerika gebruiken wij eigenlijk alleen maar biologische meststoffen. En die komen allemaal van plantaardige grondstoffen. En dan noemen ze het zelfs vegan. Oh, maar dat is super duurzaam en goed voor het milieu. Ja, dat klopt. Dus jullie zorgen ervoor dat de plantjes het hele jaar goed kunnen groeien. Maar wat doen jullie nog meer? Naast het maken van teeltruimtes bouwen we ook hele automatiseringslijnen. Dus dat zijn machines voor zowel het vullen van dit soort floaters en trays, het zaaien daarvan, het transport naar de kas gaat ook automatisch. En vervolgens als het product dan klaar is om te oogsten, gaat het weer automatisch naar de verwerkingsruimte. En daar staan dan machines van ons en die oogsten het product en verwerken het direct. En de trays die gebruikt zijn, die wassen we weer, zodat ze weer opnieuw gebruikt kunnen worden voor de volgende teeltcyclus. Oh tof, hier gebeurt zoveel. Zou ik hier niet kunnen werken? Nou, we zoeken wel nog mensen, maar ik denk dat je daar nu nog wat te jong voor bent. Misschien over een paar jaartjes kun je bij ons beginnen met een stage en vervolgens solliciteren voor een van onze vacatures voor de mechanisatie of de elektro of software. Hou onze website maar eens in de gaten. Dat ga ik zeker doen. Lisanne, ik heb superveel geleerd over hoe groente en fruit groeit en hoe belangrijk licht daarvoor nodig is. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er was en heel leuk dat je weer wat opgestoken hebt. Ik zie hier trouwens super lekkere tomaten. Zou ik de tomaatjes plukken en jij gaat er een smoothie van fietsen? Dat is een goed idee en super gezond. Dit zijn er zeker wel genoeg voor een smoothie. Yes, let's go. Nou, de tomaatjes zitten er al in. Fietsen. Hup, Lisanne. Zo,
Volgens mij is die zo wel klaar. Dat denk ik ook. Tijd om te proeven. Proost. Proost. Lekker. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog van Kerngezond TV. Doei! Hey, welkom terug. En in het kader van Jong Leren Eten, deze week weer een lekkere, gezonde, groene smoothie. En daarvoor hebben we nodig groene appel, courgette, 2 deciliter appelsap erbij en 200 gram yoghurt. En mix hem maar. Laat het smaken. Ik ben Jim Menten en ik zit in de basisschool De Leerlingst in Halen. En wat ik ga voordoen is wat breakdansen. En ik zit ook op breakdansen. Doei en succes! En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending van Kerngezond TV. Ik wens jullie een kerngezonde week. Zelf heb ik een lange etappe voor de boeg. Ik mag naar Nederweert gaan fietsen. En dan kan ik niet te hard fietsen, want er staan veel flitsers. Maar ik ga mijn best doen. Tot volgende week. Tot Kerngezond. Hoi!